Ik ben Amran, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Jemen. Hallo, ik ben Dina. Toen ik naar Nederland kwam, zat ik in een eindexamenklas met een exact profiel. In Nederland ging ik heel kort naar de ISK. Dat ging heel goed en nu volg ik de pre-bachelor. Ik heb in mijn land mijn middelbare school afgerond en het is hier in Nederland gewaardeerd als een HAVO-diploma. Ik wilde eigenlijk de pre-bachelor om door te stromen naar de volgende universitaire opleiding en ook om goede basis te hebben. Hierbij kan je denken aan academische vaardigheden, studievaardigheden en ook een hoog taalniveau en begeleiding indien het nodig is. Ik wist al van het begin dat ik een universitaire opleiding wil volgen. En de pre-bachelor geeft mij een kans om een opleiding in het hoger onderwijs te kunnen volgen. Na de pre-bachelor wil ik heel graag psychologie gaan studeren, omdat ik het menselijke brein en gedrag heel interessant vind. Na de pre-bachelor wil ik graag aerospace engineering studeren of mechanical engineering. In de pre-bachelor krijgen we vakken zoals wiskunde, Engels en Nederlands. Maar we krijgen ook vakken die veel te maken hebben met onze persoonlijke ontwikkeling en studiekeuze. Het belangrijkste wat ik geleerd heb is hoe ik met mensen van verschillende achtergronden kan omgaan. En als een pre-bachelor student krijg ik eigenlijk een breder inzicht over hoe het leven op een universiteit gaat. Voordat ik aan de pre-bachelor begon, wist ik wel wat ik wilde, maar ik had geen idee hoe ik het kan bereiken. Ik had ook niet genoeg informatie of voorlichting over het onderwijssysteem in Nederland. Maar tijdens de pre-bachelor heb ik goed geleerd hoe ik een planning kan maken en hoe ik me op mijn toekomst kan voorbereiden. En dat helpt heel veel. Ik kwam eigenlijk met een redelijk goed achtergrond. Ik dacht dat ik niet meer zal leren. Maar nu ben ik ervan overtuigd dat er altijd een kans is om meer te ontwikkelen en meer te leren en onze perspectieven te verbreden. Op de pre-bachelor krijg ik vakken zoals ONA en studiekeuze. Deze vakken helpen mij om beter te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving en ik word genoeg begeleid en genoeg geïnformeerd om een passende beslissing te kunnen nemen over mijn toekomstige opleiding. Als ik nog een tip zal geven, ik zal zeggen, wees geduldig. Goede dingen hebben tijd nodig. Je hebt een heel jaar, dus benut elk moment van dit jaar en probeer altijd te leren. Zorg dat je goed en hard werkt. Je moet altijd bewust zijn van het feit dat je een kans hebt om te zijn wie je bent. Dit programma geeft je een kans om als vluchteling te bewijzen dat je tot meer dingen in staat bent dan je denkt. Doe dit voor jezelf. Je hebt een kans om je bekwaamheden te tonen. Neem die aan.